Jawel, het was even strijden het weekend. We hebben er een paar nachten voor door moeten halen, maar we hebben het overleefd. En dan zitten we zomaar bij de review van Jedi Survivor. Ja, leuk. Ja. Hebben jullie je net zoals ik enorm verheugd op deze game? Ja, enorm. Want Jedi Fallen Order kwam natuurlijk uit in 2018. En ik was erbij toen die werd aangekondigd op E3. En dat was ja, voor ons een soort van geschenk uit de hemel. Want singleplayer games waren dood, verklaard door EA. Het zouden ze nooit meer gaan doen. Vervolgens zouden in nou, bijna 10 jaar hebben ze alleen 2 hele gare Star Wars Battlefronts uitgebracht. Althans, de tweede was vooral bij launch heel erg gaar. En toen kregen we ineens deze. En Vince Appella zat letterlijk achter ons toen hij heel vol trots zat te vertellen over wat die game nou zou zijn. Nog geen gameplaybeelden, we konden ons niks bij voorstellen. Volgens mij had die eerste game ook een redelijke korte ontwikkelingstijd. Maar toen die uitkwam, ja, het voelde echt als een liefdesbaby van Respawn. Een ode aan Star Wars met heel veel invloeden van verschillende games. Natuurlijk van de Souls games die op dat moment echt een hype waren. Uncharted, Tomb Raider, noem het allemaal maar op. En ja. dat werd één mengelmoes. En het was awesome. En ja. Ze hebben er nu nog meer games bij gegooid, voor mijn gevoel. Nog meer? Ja, er zit nu wel nog meer in. Er zit ongelooflijk veel in. Om heel kort door de bocht. Jedi Survivor is Jedi Fallen Order on steroids. Ja. Maar echt op alle mogelijke vlakken. Grafisch, gameplay-wise, de combat, de skill trees. Alles is groter, beter, mooier, vetter, cinematischer. Het is echt insane. Vet. Waar gaan we het eerst over hebben, jongens? Want er is dus een hele hoop. Gaan we het hebben over de gevechten, over het platformen, over het verhaal? Roep het maar. Ja, wat is er nieuw? Is misschien voor de mensen die Fallen Order natuurlijk. Trouwens, ook, ja, ik zat ook ontzettend op deze game te wachten. Want ook sluit me volledig aan bij Koos. Voor mij was Fallen Order ook een... Ja, ik had niet verwacht dat die game zo goed zou zijn. En ik zat toevallig vanochtend nog even op Metacritic te kijken wat die game voor ratings kreeg. En toen was ik eigenlijk een beetje verbaasd dat hij het met 8 moest bekopen. Want ik dacht, in mijn beleving was het echt een 9, die game. Jedi Fallen Order? Ja. Fallen Order. Maar goed, er was nog wel het een en ander aan te verbeteren. Ja, dus absoluut. Snap zeker dat Respawn voor een tweede deel is gegaan. Waar... Ja, maar laat ik het zo zeggen. Ik denk, voor de Star Wars fan was Jedi Fallen Order... absoluut een 9. Mm-hmm. Weet je wel, en misschien doen we iets meer, maar zeg maar voor de echte fan was het dat. Ik denk voor de niet-fan deed het net een aantal dingetjes net te kort of was het te basic. Ja, ja, dus nou ja, laten we zeggen, wat zou er nou op echt veranderd zijn in deze game? Wat hebben ze geleerd van 1 en wat zouden ze in 2 hebben aangepast? Nou ja, allereerst denk ik de stances, zoals ze dat zo mooi noemen. Kunnen vertellen wat het Nederlandse woord ervoor is. Standjes. Standjes? Ja, dat betekent dat je in de vorige, in mijn herinnering, enkel een dubbelzijdig Darth Maul-achtig lightsabertje kon hebben en gewoon 1 single lightsabertje. Yep. Daar is... En ik nou, en er was 1 move dat was niet echt uitgewerkt nog. Nee, dus dat zag er cool uit. Maar nu was ons al beloofd van tevoren, je kan nu ook 2 lightsabers. En ik dacht, jongens, hou me vast, dat is wat ik ga doen. Maar toen kwam er ineens uit het hoge hoedje van deze developer ook nog... De crossguard. Met een met een gun erbij. Ik weet, het is een beetje een civilized, heb je ook nog. Maar ik ben helemaal hem gegaan met die gun gewoon de hele tijd. Want dan kan je dus wap, wap, pap. En het voelt niet heel erg Jedi aan. Nee, maar het is wel super cool. Kijk, dat is ook het ding met die stances. Je hebt dus 5 verschillende stances in de game waarmee je kan gaan spelen. Laten we ze heel even opnoemen. De normale lightsabers zoals we die kennen. Snel. Inderdaad, de Darth Maul lightsabers zoals we die kennen. Flexibel. Dual wield, 2 lightsabers. Cool. De crossguard van Kylo Ren. Langzaam die maar heeft. Sterk. Inderdaad. En de blaster variant. Ja. Of zoals ze die in Yakuza had je die ook, de Wild Dancer. Gewoon een zwaard en een gun in dit geval. Ja, ja, het is, maar, als het niet lukt met je zwaard, dan schiet je hem gewoon. Maar je kan niet ten alle tijde switchen tussen al die stances. Je kan er 2 equippen. En daarnaast heeft iedere stance ook nog een volledig eigen skill tree die je kan gaan uitbouwen. En dat zit vooral op een paar extra skills, maar het is vooral snelheid gerelateerd. En ja, inderdaad een paar kleine acties. Die extra. Welke stances hebben jullie gekozen? Waar jullie vooral mee speelden? Standaard gewoon. Ik ben toch een traditionele guy. Ik wil gewoon 1 lightsaber. En ik vond zelf toch wel de soort van... dat je een beet pakt met aan beide kanten die lightsaber. Die had een hele fijne throw die ik heel chill vond. Weet je wat ik jammer vond? En dat is echt de eerste nitpick die ik heb. Maar ik vind het gewoon stom dat als je hem... als je de 2... dat die toch aan elkaar gaat de hele tijd. Dus je hebt niet 2 losse lightsabers... maar je stopt ze weer terug als 1 grote.
En dat vind ik er gewoon stom uitzien. En het is een heel stom dingetje, maar... Why? Ik weet niet, omdat ik gewoon twee kleine... Omdat je, om het ook hoezo? Meteen, het is toch ook veel, een grote namelijk? Ja, maar je hebt ook heel veel customization in deze game zitten. Ja. En ja. Ik vond het dus heel vet om mijn eigen lightsaber te designen. Maar ik wilde gewoon twee vette lightsabers hebben... in plaats van één lange grote stok. Maar goed, dat is echt heel klein dingetje. Ja, ik wou zeggen, je kan niet alles hebben. Ik moet zeggen, ik heb, je ziet het hier eigenlijk al. Ik heb ook de classic stance inderdaad. Gewoon de single lightsaber natuurlijk. Die is gewoon heel gebalanceerd. Op alle vlakken is die eigenlijk wel goed te gebruiken. Uh-huh. En ik heb dan dual wield heb ik gedaan. Omdat je daar gewoon heel erg snel de stamina bars van enemies kon killen. Ja, even over die combat, hè. Want ik merkte zelf een beetje dat ik het ten eerste... toch lastig vindt, omdat deze game nog echt een grote stap heeft gezet als het gaat om het cinematografische ervan. Die actie, die voelt, ja, ik denk dat het best wel Souls-like is. Zeker. Dat voelt voor mij soms... Souls-like light, moet ik wel zeggen, hoor. Ja, light, zeer light. Maar het voelt daardoor wel een beetje out of place soms, omdat je verwacht eigenlijk meer de Force Unleashed-achtige battles, en dit voelde toch iets... krommer. En waar ik vooral last mee had, maar misschien ligt dat aan mijn kunde, is dat ik de evade-knop best wel last, dat ik best wel vaak voor mijn gevoel op het juiste moment de evade-knop indrukte, maar toch nog gewoon geraakt werd en ook goed. Ja, je kan hem niet spammen. En voor mijn gevoel kon dat bij Jedi Fallen Order kon dat meer. Nee, en je leunt ook ietsje zwaarder op parries. Daar kwam ik ook later pas achter. In het begin wilde ik heel veel aan het evaden, maar pas toen ik die parries ging timen, dan wordt de combat... Ja, oké, maar als de tegenstander met zijn rode gloed op je afkomt, dan moet je weg. Ja, en dat resulteerde erin dat ik uiteindelijk, doordat dat evaden niet lukte, eigenlijk als een soort van Attack of the Clones Yoda on acid, alleen maar aan het rondspringen was. En daardoor was ik wel heel goed. Het zag er super stom uit, inderdaad. En nou, ik vind het gewoon... Ja, maar jullie hebben er dus geen last van gehad, begrijp ik. Nee. Maar ja, nee. Ik snap wel wat je bedoelt. Bepaalde enemies, bijvoorbeeld, je hebt een soort grote dino, die heeft een soort roll en zo. Dus soms, die is moeilijk om te ontwijken. Ja, dat nou is, ja, nee, dat misschien kunnen we er even naar kijken. Ik kwam vrij vroeg... Double jump, daar kan je overheen. Vrij vroeg in, ja, maar dat is weer Yoda. Ja. Ik kwam vrij vroeg in die game een Rancor tegen. Die ben jij volgens mij ook tegengekomen. Ja. En dat is letterlijk één hit, één kill. Nou, ik moet wel zeggen, kijk, je kan hem heel even opzetten. Kijk, hier kom je dan... er is heel veel exploration. Want dit is ook een pad die je bewandelt waar je niet naartoe hoeft. Nee, dit is een sidequest. Dit ook niet eens, jawel, volgens mij. Echt. Oh, is het een specifieke sidequest? Ja. Ik ben hem in ieder geval tegengekomen door gewoon te ontdekken. Ja. Weet je wel? En nou, dan kom ik deze tegen. Want ook in het eerste deel, je had gewoon een aantal legendary beasts. En je ziet al achter hem, als je hem verslaat, kan je dat ding pakken. En dan heb je er gewoon een skill erbij. En in dit geval, dit is een legendarische Rancor natuurlijk. Alleen... ik zat hier nog redelijk op het begin van de game. We mogen ook alleen footage gebruiken van het begin van de game om niks te spoilen. Maar ik zat hier ook nog redelijk op het begin van de game. Dus ik miste heel veel skills. En ik heb ook maar drie livestreams die ik kan gaan gebruiken. Heb je wel die botten gebruikt? Nee. Heb je dat niet door? Dit is namelijk het allervetste aan deze Rancor fight. Er liggen dus een aantal botten in. En als je die met je force grabt en vervolgens schiet, dan komt de bot tussen de... Gewoon de Luke Skywalker. De Luke Skywalker, Jezus, kan je gewoon doen. Nah, dat had ik niet eens door. En dat kan dus ook alleen op de momenten dat hij zijn mond open heeft. Dus ik vond dit gevecht echt mee. En je bent ook... Kan je de andere Rancor beeld even laten zien, regie? Want dit is dus hoe mijn Rancor gevecht... Nee, dit was die van mij. Ja, oké. Ik heb er als het goed is ook een Rancor beeld ingezet. Want als je het weer hebt over referenties naar die game of naar de films toe. Je had dus allereerst dat je het bot ertussen kon doen. En dat je dacht, dat wist ik echt niet. Nee. Maar ook als hij je pakt op het moment dat hij rood zit, was het gewoon... En dan zat je gewoon tussen zijn bek als een soort... ik denk dat we het niet hebben. En dan was je ook gewoon de lul. Maar het ding is daarmee van... ik kwam deze gewoon te vroeg tegen. Want dat heb je ook in Jedi Fallen Order. Je hebt een aantal enemies. Het is tyfus moeilijk. Ja. Maar wanneer je op een gegeven moment zoveel van je skill trees al hebt uitgebouwd. Zoveel stimkennis dus hebt. Zoveel meer force kan gebruiken. En ook je leven uitgebreider is. Dan klap je hem heel makkelijk. Want je leert ook de mate de game vordert steeds weer oude of nieuwe force. Ik kan me niet goed herinneren of je die in de vorige game al wel had en een beetje bent vergeten. Nou, hoe ze het doen, ook voor de mensen die daar wel in geïnteresseerd zijn. Want dat was ook eigenlijk mijn grote vraag. Van, gaan we nu classic, zoals we zien bij heel veel Metroidvania games. Want Metroid was ook een van de grote voorbeelden van Jedi Fallen Order. Zie je ook terug aan de map trouwens. Vooral deeltje 1 inderdaad. En veel backtracken, dus ook Metroid dingen. Staat er ook vest travel in. Ja. Dat scheelt een hoop. Ja, zeker. Dat is hier ook wel nodig. Maar wat was ik aan het zeggen?
Castlevania. Oh, ja, ja. Van mijn vraag was ook op het begin van... Oké, hoe gaan ze dit doen? Kijk, begin Jedi Fallen Order. Oké, ik snap het. Je bent een Jedi in hiding. Jarenlang disconnected geweest van de Force. Oké, je moet allemaal weer opnieuw gaan leren. Kan ik me inkomen? Hier had ik ook zoiets van... Ja, hoe gaan ze dat hier doen? Want dat is hetzelfde type game gaan doen. Normaal gesproken bij Metroid. Op het begin, je raakt gewoon alles kwijt. En je moet alles maar gewoon weer gaan terugvinden. Ja. Nee, hier heb je eigenlijk als basis... Alle skills die je vorige game ook al had... Ja. En ze bouwden gewoon heel veel nieuwe dingen omheen. Want ja. Qua moves in de combat ja. is ook zoveel uitgebreid. Wel een aantal dingen waarvan het verhaal technisch het niet heel veel sens maakt dat je dat niet eerder hebt bedacht. Bijvoorbeeld simpele dingen als de force omhoog en de force omlaag. Dat krijg je dan door een soort van flash. Want de game begint namelijk echt een aantal jaar na het einde van de vorige game. Dus je hele crew waarmee je toen vrolijk afsloot. Volgens mij liep het ook af dat eigenlijk alles waar je naar op zoek was in die game was op het einde zoiets van... Het is beter om het niet te doen. Ja, nou, maar, ja, nu... maar dat was een beetje het leidraad van dingen. Van er is natuurlijk heel veel kracht, macht en potentie in de Holocron van de eerste game natuurlijk. Ja. Maar weet je, wanneer het in slechte handen valt, wat natuurlijk de hele tijd het probleem is. Want vooral de Inquisitors die jagen de Jedi's. Voor de mensen die de eerste niet hebben gespeeld, de Holocron? Ja, het was een holocron met alle Force-sensitive children van de hele fucking galaxy. En die wilden ze gaan gebruiken om een nieuwe Jedi Order op te bouwen. Maar het gevaar daarbij is, als het in de verkeerde handen komt te vallen... dan gaat de Jedi alle Force-sensitive children uitmoorden of omturnen tot Inquisitors en dat soort dingen. En hij had zoiets van, nee man, we need to trust the Force... En hij blaast die holocron op en vervolgens... Deze game doet qua verhaal wel precies hetzelfde. Er is iets waar iedereen naar op zoek is. En op den duur, op het begin denk je inderdaad, oh, dat moeten we hebben. En op den duur denk je, oh, misschien is het wel niet zo goed. Sowieso, ik denk dat is natuurlijk maar ook... Maar ik wil nog heel veel vertellen wel, want je crew is dus nu scattered through the galaxy. Dus je begint eigenlijk eenzaam in je schip. Je hebt wel een aantal nieuwe vrienden gemaakt. Het team is uit elkaar gevallen. Ja, en die zijn dus allemaal op hun eigen plekken in de galaxy gekomen. En die vind je ook terwijl het verhaal zich om je afspeelt. Ik vond het ook logisch waarom ze uit elkaar waren gegroeid hoor. Vooral Grease was natuurlijk al duidelijk op eigenlijk bij de vorige game dat hij niet in it was for the cause, bijvoorbeeld. Jeer Sunda heeft natuurlijk een hele complicated backstory wat dat betreft. En Maren, die een Night Sister is, die voor het eerst pas van Dathomir is gegaan en ook de wereld wil verkennen natuurlijk. Ja. Maar wat ik met Fallen Order heel erg had, was toen die game eigenlijk klaar was, dat ik dacht, ik wil meer. En het grappige is dat ik deze game begon te spelen en dat ik eigenlijk direct ermee wegliep. Dat ik het gevoel had alsof ik gewoon, alsof je ze eigenlijk zo in elkaar kan lijmen en het direct weer doorgaat. Wat in eerste instantie natuurlijk heel goed is. En eigenlijk al vrij snel, dat is natuurlijk niet echt een spoiler, dat weten mensen denk ik ook wel. De game heeft een wat openere opzet, waardoor... je eigenlijk veel meer exploration hebt. En dat had je al een beetje in de eerste game, waar je dus ook moet backtracken. Die gebieden die breken zich langzaamaan open. Je krijgt nieuwe skills, waardoor je oude plekken opnieuw heel kan smart level design vind ik ook wel. Heel smart level design. En de werelden zijn echt groot, maar vooral, en dat is denk ik wel even waard om te zeggen, ze zijn fucking mooi. Gewoon echt gewoon grafisch. Ik ben een graphics hoer, heel echt. Ja, maar laten we het daarover hebben. Kijk, ik zei op het begin, dit is Jedi Fallen Order on steroids. Ik zie hier echt een generationeel verschil. En je ziet, op het moment dat je deze game speelt, en dat heb je eigenlijk misschien al wel in de eerste missie die je volbrengt op Coruscant, maar vooral wanneer je voor het eerst op, hoe heet dit planeet? Kobo ook weer. Ja, Kobo. Als je daar terecht komt, nou, dat is een groot verschil. Dat is echt zo'n groot verschil. En dat merkte mijn laptop ook wel, moet ik zeggen. Ja, mijn PC ook. En veel van de footage die je hier ziet is van mijn PC. Dat is nog een pre-day zero patch beeld is dat. Er komt nog een day zero patch, er komt nog een day one patch, komt er natuurlijk aan. Dus je zult soms wel wat de performance issues zien, maar over het algemeen, merendeel was gewoon solid 60 fps in 4K en het zag er echt fantastisch uit. Nog belangrijker in die werelden, want voor mij in ieder geval, ik heb minder dat ik, zoals jij ziet, dat ik elk pixeltje aan het tellen ben en elke frame kan zien. Wat ik wel gewoon had, is dat die weer, en dat zie je vooral, je begint op Kobo, dat wordt eigenlijk ook een beetje je home base. Daar heb je ook een slaapkamertje van Reese. En een tuintje. Daar... Nou, dat is dus het ding. Die werelden die leven veel meer. Laat maar zien. Ik heb een clip outpost. En dat is een beetje de basis waar Yui het nu op dit moment over heeft. Hier kom je daar binnen. En inderdaad, het voelt allemaal veel levendiger aan. Dit is überhaupt gewoon de lobby. Maar ook sidequests zijn er meer. Er is gewoon meer van alles. En weet je wat ik wel het waard vind om te vermelden, is wat mij op is gevallen.
En het kan ook zijn dat het een vroege beeld is. Maar kijk, de werelden zijn groter. Je hebt meer exploration. Je bent meer aan het klauteren en aan het klimmen. Mm-hmm. Maar daardoor, omdat die game die vrijheid heeft, loop je ook wel wat eerder tegen wat stutters aan in de game. Gewoon in de soepelheid van de gameplay. Bijvoorbeeld wat je wel en niet kan beklimmen. Dat is, het is een beetje, ja, dit type hechtje kan je beklimmen, maar aan dat randje kan je niet hangen. Ik had wel een paar momenten dat ik dacht, ja, hier kan ik gewoon heen, maar dat ik gewoon onzichtbare muren aan zo tegenkwam. En dat is dan wel weer de keerzijde van de extra groot is. Dat ze, lijkt het wel alsof ze niet alles hebben geplaytest. Zelfs dat ik op de duur door een beetje te glitchen op een gebied kwam waar ik nog niet had moeten zijn. En de game snapte er niks meer van. Dat heb ik niet gehad, maar dat is omdat ik het niet heb geprobeerd, moet ik ook zeggen. Maar het feit van om te kijken van waar ik wel en niet heen kon. Daar gebruikte ik gewoon de map voor. Want de map laat je precies zien waar je wel heen kan, waar je niet heen kan. Rood. Vind je dat soms ook te veel? Ja. Ja, eigenlijk wel. Maar ja, het is er. En je kan ervoor kiezen om het te gebruiken of niet te gebruiken. En als je het niet gebruikt, dan valt er echt een heleboel te exploren. Want de maps zijn echt heel groot. Vooral ook deze dan natuurlijk, waar hier je outpost staat. Je ziet ook gelijk, als je in deze kantine loopt, er zit de bovenverdieping, zit de benedenverdieping. Helemaal boven op het dak zit nog een tuin die je kan gaan bijhouden. Helemaal beneden zit jouw eigen slaapkamer zit erin. En vervolgens, in deze hele game, wanneer je mensen tegenkomt, je kan mensen recruteren. En wanneer je mensen recruteert, dan komen ze hier in deze outposten staan. En deze mensen geven je weer sidequests, bonus items, noem het allemaal maar op. Mm-hmm. En hier dit zat er totaal niet in deeltje 1. Weet je wel, de gardening wel, maar dat waren 5 plantjes in je fucking spaceship. Nu bouw je een hele tuin. Alles is groter, uitgebreider en meer. Maar toch wel even over dat open wereld concept, zeg maar, wat ik mij daar wel in opviel, is dat als je het even vergelijkt met Breath of the Wild, bijvoorbeeld hoe je dan klimt en zo. Ik had wel bij deze game dat je op de duur eigenlijk dan bekijk je het wel met een bepaalde overleving. Oh ja, ik moet per se over dat dingetje. Je kan niet echt je eigen pad maken, maar er is wel meer vrijheid. Ja, maar kan je die game ook niet kwalijk nemen dat het niet Breath of the Wild, want dat zou hier ook niet werken. Nee, maar ik bedoel meer in die zin van dat je wordt wel heel erg, ja, je moet alsnog, er is heel veel vrijheid en het is een open wereld, maar je moet niet gaan verwachten dat je echt je eigen pad. Het zijn open zones. Het zijn niet een open wereld. Het doet me meer denken aan God of War qua levels. Ja, precies. Ja. Precies. Dat is wel denk ik voor mensen die op het hek zitten van, ja, ga ik dit zien als een open wereld game? Ja, het is in zekere mate zeker wel een open wereld. Het is fucking huge en het is fucking vet, maar verwacht niet dat je zelf helemaal je pad kan maken, want de game duwt je uiteindelijk wel door de fuik van je moet daar langs en dat maar kan wel, ja. Wel heel sterk erin juist, vind ik. Want het is inderdaad iedere keer als je echt een moeilijk stuk, want je hebt natuurlijk die keuze de hele tijd van ga ik mediteren en ben ik al mijn leven kwijt. Ja. En, maar die shortcuts die ze in die levels maken die je niet van tevoren door hebt. En dat je denkt, oh fuck, ik ben weer hier. En hoe soepel dat loopt, vind ik zo. Maar dan hadden ze al in deel 1. En daar was het makkelijker, omdat het natuurlijk veel kleiner of qua opzet was. En hier toch, het is groot, wijd, maar toch intuïtief ga je er op een bepaalde manier doorheen. En inderdaad, elke keer wanneer je een soort van checkpoint haalt, shortcut, en je kan toch wel weer heel snel heen en weer. Maar wat ik er zo cool aan vind, is dat ze dus ook, voor mijn gevoel, heel erg, veel meer dan in de laatste, de platformactie steeds weer een nieuw element geven. Dus op een gegeven moment krijg je na je dubbelsprong dat je kan dashen, wat weer zorgt voor het bereiken van heel veel andere plekken. Ja, dat is te gek. Op een gegeven moment kan je via een soort van ballonnen jezelf door de lucht heen schieten. Nou, en mounts heb je natuurlijk, dat is ook heel tof. Weet je? Ja. En ik denk ook dat de reden dat ik het ook niet erg vind dat die open wereld een beetje gestructureerd is, is wat ik ook over wat ik van Fallen Order ook zo goed vind, is de pacing van de game. En dat blijft op deze manier ook intact, want ze laten je wel een beetje rondrennen, maar er is altijd wel een soort hand die je ergens naartoe trekt. Ik moet wel zeggen over die pacing. Qua gameplay ben ik het helemaal met je eens. Qua verhaal, het duurde echt uren voordat ik voordat ik het gevoel had, oké, nu komt het op de gang. Want de eerste 3-4 uur, dan heb je zoiets van, wat ben ik nou aan het doen? Weet je wel? En dan vervolgens, wanneer je ook langzaam je crew weer aan het verzamelen bent, dan komt die game op gang en dan gaat het verhaal ook een vlucht nemen. Maar qua gameplay ben ik de hele tijd bezig. Ik vind het acteerwerk en de dialogen vind ik best wel sterk in die game, maar het verhaal zelf vind ik best wel zwak. En wat ik daar vooral erg kut in vind, is dat het type Star Wars is voor een deel waar jij groter fan bent dan ik. Dat gedeelte uit, volgens mij, is dat Rebels, dat er een soort van, het wordt een beetje tovernarij of zo. Fantasy. Ja. Maar niet, het is heel erg fantasy. Maar niet op een het doet dingen wat ze in Star Wars live action nooit zouden durven doen. Ja, en ook daarbij opgeteld, wat ik ook heel twijfelachtig vind, is dat je eigenlijk best wel cinematische game hebt. Je wordt constant, je hoofd weer ingezoomd, bladibla. Ja. Maar die gesprekken met die NPC's voor die sidequest,
ga maar met de camera draaien, want je gaat nu 2 minuten tegen een NPC die gewoon staat. Ja, kan je mijn bloembol eventjes naar de buurman brengen? Als je wegloopt, is het ook excuse me. En dan stopt hij gewoon met praten. En dan moet je dan ook niet. Er zit geen reactie bij van, oh, what the fuck, loop je nou weg? En als je teruggaat, ga je letterlijk weer precies het hele verhaal afleiden. Dat vind ik wel jammer, want als je dan die open wereld maakt en je gaat al die verhaallijnen door elkaar vlechten en NPC's en sidequests, doe dan een beetje meer je best. Kijk even naar The Witcher 3. Misschien, nee, dat komt denk ik trouwens niet meer in die Day One patch, dat ze dat gaan fixen. Nee, maar ik denk het ook niet. Hoop dat nog gefixt gaat. Dat is altijd een beetje dat ding van, je hebt main characters. Ik moet trouwens ook wel heel erg lachen. Een aantal van die main characters in de cutscenes, die ontbloten af en toe op een soort van, dus bijna een soort apenmanier hun tanden. Dan zitten ze echt zo te lachen. Ja, ze stoppen ook wel eens. Dat denk ik, oké. Een beetje freaky. Dan zijn ze even aan het wachten ook tot ze hun delivery doen of zo. Dan denk je, komt er iets? Komt er iets? En dan komt de delivery net die laat. Maar ik denk dat zijn dingen die wel gefixt gaan worden nog. Ja, ik had ook wel wat audio issues. Maar ja, om heel eerlijk te zijn, daar wil ik heel graag over uitweiden. Maar ja, we spelen gewoon met verre pre-release stuff nog. Hele early build, wat ik zei, day zero patch moet nog komen. Dus ik wil daar nog niet op afrekenen. Stel dat we nu na release nog... Dat is ook niet storend. Ik ga blijven spelen. Dus stel dat het na release nog steeds niet opgelost is, dan zal ik dat toch wel even melden bij GameKings natuurlijk, uiteraard. Ik vind wel, wat een fucking feest der herkenning is dit ook. Als je het hebt, net zo, Battle Droids kapot slaan is echt het leukste wat er is. Volgens mij zat dat niet in de eerste. Nee. Ook in de dialoog van de droids is maar, ook vet. Maar ook dit weer, weet je wel. Enemy types, hoeveel verschillende enemies, ook weer heel veel meer. Je hebt die pirates, heb je natuurlijk. Je hebt nu gewoon prequel era Battle Droids. Heel veel prequel area staf. Ja, echt super tof. En uiteraard heb je ook gewoon weer de stormtroopers, maar ook heel veel meer verschillende stormtroopers. Ja. Jetpack stormtroopers. Dat is fucking hard. Op een gegeven moment was ik gewoon lekker aan het klimmen en ineens word ik door een jetpack van de muur afgetrokken. Ja, maar dat bedoel ik, hè. Die manier waarop zij zeg maar cinematische shit toevoegen in gewoon gameplay ervaringen, dat had ik ook al met Fallen Order. Ik bedoel letterlijk, Fallen Order was, ik gooide die game erin en binnen een uur was ik gewoon, ik werd gewoon helemaal, ik was in de tv bijna. En deze game die doet dat precies weer. En ik kom nou, bijna... beter. Ik vind het echt beter. En Dansom, zeg maar. Precies. Het is, maar vanaf het begin dat je eigenlijk op Coruscant bent, het is direct een spektakel. Echt gewoon neon signs, vliegende schepen en alles. Zeggen, maar op een gegeven moment heb je een soort van chase. Wanneer jij probeert te ontvluchten, zeg maar, vanuit Coruscant. Alleen al die set piece, jongen. Dat is krankzinnig. Ja, en ook de platformactie. Ik moet ook zeggen dat... Wat ik van deze game zo mooi vind, is het doet mij echt denken aan waarom ik op de duur gamen echt heel vet ben gaan vinden. Het is gewoon een combinatie van zoveel elementen. Het is verkennen, het is vechten, het is platformen. Je nieuwsgierigheid wordt beloond. Ja. Je geduld met het verhaal. Ja, kijk, het verhaal misschien... Maar het is meer dan Uncharted. Weet je, bij Uncharted voelt het platformen echt als dit moet even een paar keer op kruisje drukken om bij het volgende gedeelte te komen waar ik weer kan schieten. Hier voelde de platformactie echt als leuke vrijer platformactie. Ook, maar ook vrijer. Ja, maar ook af en toe alsof ik gewoon een Mario aan het spelen was. Terwijl meestal dit soort actiegames is dat echter erbij bedacht. Terwijl hier is het best wel smart, creatief. Haal je sprongen wel, haal je sprongen niet, heel eerlijk. Maar dat zijn al die dingen weer van Jedi Fallen Order die ze ook hebben gedaan. Alleen... uitgebreider, beter, weet je wel, getimede dingen er aan toevoegen. Ja, en inderdaad de segmentering tussen main quest shit en side quest en ja, los even wat ik zei, die animatie of die cutscenes met NPC's, dat viel dan ook extra op, omdat de rest eigenlijk zo goed is. En je kan letterlijk, zo soepel loopt. Je kan gewoon gaan ontdekken en je komt ineens in een cave, je komt die Rancor tegen, dat soort shit, het kan allemaal gebeuren. En dat zijn verwacht je bijna niet meer. Heel veel beesten gewoon in de wijde. Dan wil ik het wel even hebben als het om flora en fauna gaat. Dat is ook nog even een vergelijking met Uncharted. Daar heb je natuurlijk Nathan Drake, die de soort van de Indiana Jones goed lachse guy is, die ondertussen honderden mensen afschiet. Ja. Dat had ik hier een beetje met ze maken. Ze maken echt een dierenactivist van hem. Als je een keer een vrolijk dier tegenkomt, is het aaien en hey buddy. En tegelijkertijd word je toch een partij beesten uit die gewoon... Ik deed de hele tijd die kippen zo naar me toe trekken en dan flink. Ja, maar het voelt... Ja, dat voelt, ja, maar ook niet maar een dat, beetje, hè? Dat zijn van die stomme dingen die, omdat die game zo goed is, je er dan uittrekken. Hier heb je dus ook weer een goed voorbeeld. Kijk, voor dit beest, die vind je wel lief, dus die ga je niet doorbidden snijden. En dit is tevens een mount. Je hebt er tegenwoordig ook mounts in de game. Nou, dat komt er heel goed uit. Los van dat het een gameplay element toevoegt, want een mount geeft je weer toegang tot bepaalde gebieden waarvoor je daarvoor niet heen kon natuurlijk. Ja. Maar het zorgt er ook gewoon voor dat je sneller door die wereld gaat. En het lijkt net een Final Fantasy Chocobo. Bijvoorbeeld met deze beesten kan je omhoog lopen op stukken waar je normaal naar beneden zou glijden. Je hebt op een gegeven moment in de desert heb je een soort van lange bijna zo'n Dali-olifant.
waar je op kan rijden, omdat er een monster in het zand zit wat je anders pakt. En zo, zo zijn er iedere keer beesten die je wel op een heel toevallig moment ook tegenkomt. Maar goed, daar, dat is ook... daarna kan je ze wel weer inzetten in de rest van die wereld om inderdaad weer nieuwe plekken te ontdekken. En dat is gewoon heel erg vet. Dat je, dat heb, je hebt ook echt door in die game, als je met spelen bent, van oh wacht, hier moet ik nog iets voor vinden. En dan kom ik terug en dan ga ik weer iets vets vinden. En dan heb ik een nieuw pakje, want... Dat heeft de game ook nogal wat customization opties. Zeker. Ja, waar de vorige game echt... Ja, het was een beetje treurig om heel eerlijk te zijn. Er zat customization in. Maar de manier waarop ze dat hadden gedaan, had ik zoiets van... Nou, oké, okay, laat maar zitten dan. Weet je, want het waren alleen maar poncho's. Het waren alleen maar color variations ervan. En... Maar nu is er geen enkele ponchos. Vette outfit. Maar er worden wel altijd poncho grapjes gemaakt. Maar er zijn bijna geen poncho's meer. Nee, nee, ja, gelukkig. Nee, en hij heeft een baard. Poncho is genoeg. Customizable baard. Dat is nou, natuurlijk ook. Nou, hier zie je bijvoorbeeld de workstation. Hier kan je uiteraard je lightsaber aanpassen. Je lightsaber aanpassen. Ook dit is weer uitgebreider, meer en beter. Je kan meer dingen uitwisselen. Je kan ook nog de staat van je lightsaber kan je switchen tussen erg gebruikt, beetje gebruikt en gloednieuw. Kregen wij vette lightsabers omdat wij dit nu al mochten spelen? Want ik heb vrij zeker Anakin's lightsaber. En ik kan me eigenlijk, die heb niet, ik ook gemaakt. Kan me eigenlijk niet voorstellen dat hij aan het begin van die ik ben, game... Ik ben hem bijna aan het maken, zeg maar. Ja, ik kan me dus niet voorstellen dat hij echt in het begin van die game al zit. Ik weet het niet. Ja, dat weet je. We krijgen vaak als wel bepaalde wel zo is namelijk, want dan heb je ook in de kleding, kan je een soort van keuzes maken aan het begin al. Namelijk, je kan Luke's Return of the Jedi outfit aan. Dat is een, nee, een New Hope op het einde. Die gele jas van Ja. En je hebt Obi-Wan uit de serie op het einde zijn outfit. En Han Solo heb je ook nog. Ja. Dat zijn wel deluxe edition items. Maar je ziet hier, je kan dus je lightsaber aanpassen. Nou, je ziet al, dat is veel uitgebreider dan dat het in de vorige game was. Maar je kan niet alleen je lightsaber aanpassen. Je kan ook BD-1 volledig aanpassen. En je zag het natuurlijk al in de beelden die ik hier heb gebruikt. Je ziet ook, je ziet ook gelijk, dit zijn PC-beelden. PC kan je ook gewoon in ultra-wide spelen. Maar je BD-1... Nou, die kan je ook volledig customizen. Kleuren, verschillende benen, visors. Hij ziet er echt compleet anders uit. En dat zie je ook wel hoe die van mij er bijvoorbeeld eruit ziet. Kijk, en hier ga je daar bijvoorbeeld heen. Het zijn leuke extraatjes. Die de game gewoon nog meer dat gevoel geven van dat je echt een overdaad aan nieuwigheid hebt in deze game. Ja, nou, en ik heb zoiets van, als je customization doet... Kijk, dit is customization, weet je? En hetzelfde met Cal. En weet je, ik moet wel zeggen, daar wringt altijd een beetje van... Je wil me in een immersive wereld trekken. En anderzijds is het Cal die 300 meter op een berg klimt, een doosje open doet en daar een mullet vindt. Ja. Weet je? Of een snor. Weet je? Ja. Maar dat had ik dus ook een beetje met als ik zou kunnen beginnen met Luke's Jedi outfit of met Obi-Wan Jedi outfit, dat zo niet past in het verhaal. Dat het gewoon, dat haalt me er dan ook uit. Ja. Ja, dat is natuurlijk ook een beetje het gevaar van het Star Wars universum, dat bedoel iedereen gepleased moet worden of zo. En dat is ook, soms moet je ook je eigen richting durven pushen. En dat was juist waarom Fallen Order ook gewoon werkte. Maar vind je dit niet cool, dan doe je het toch niet? Nee, precies. Nee, het is een optie. Ik bedoel, geef inderdaad, en het is een kleine moeite. En voor sommige mensen is dat vet. Ik heb hier niet heel veel mee gedaan. Je gaat ook heel vaak op pad met een guy met een jetpack. En dan ben je zelf echt de moeilijkste capriolen aan het uithalen om ergens boven te komen. Dat je denkt van, godverdomme, kunnen we niet ergens een jetpack kopen? Of hou me vast, inderdaad. Maar goed, het blijft ook een game. Zo erg heb ik daar ook geen last van gehad. Maar dat zie je denk ik hoe goed deze game is. Is dat soort dingetjes je eruit halen. Ja. En ik had dat dus al met de combat. Wat ik dan wel jammer vind. Terwijl ik wel blij ben dat het wat moeilijker is. En niet gewoon Force Awakens button bashen. Maar het is wel... De game probeert zoveel dingen te doen. Dat het niet altijd even goed matcht. Nee, en dat vind ik wel jammer. Nou, je force powers zijn ook enorm uitgebreid. Je hebt daar ook weer een nieuwe skill tree. Sowieso is je skill tree opgebouwd uit survival. Wat vooral meer gericht is op je health en dat soort dingen. Ja. Je hebt uiteraard je lightsaber stances. Waar je 5 verschillende tablets hebt met skill trees. Vanwege de stances. En rechts heb je dan force. Waarbij je ook je force powers... Ik baalde wel, dus ik had op het begin super veel uitgegeven aan mijn double blade, terwijl ik dat uiteindelijk helemaal niet wilde. Dus ik heb echt veel punten. Ja, daar ben je fucked inderdaad, ja. En
bijvoorbeeld, je kan nu mind control doen. Ja. Wat best wel fucking funny is. Zeker. Want weet je, je kan je Jedi mind trick doen. En vervolgens kan je of ervoor zorgen dat een enemy jou gaat beschermen. Of weet je, op een gegeven moment loop je in kamp. En dan zie je een heel groot beest hier daar slapen. En allemaal stormtroopers, ik denk een stuk of 12, zijn daar gewoon rustig aan het werk. Dan doe je fucking Jedi mind trick op die fucking grote dinosaurus. Of wat de fuck het ook is. En die moordt het hele fucking kamp uit. Ja, en, dat zijn leuke dingetjes. Ja, maar je kan ook zeggen tegen Stormtrooper van dat hij zijn eigen mattie moet gaan aanvallen bijvoorbeeld. En je hebt ook dialogue trees waarbij je bepaalde dingen voor elkaar... Heel sporadisch wel. Ja, heel sporadisch. Ja. Maar het zijn leuke kleine afwisselingjes door dat de hele tijd erin te gooien. Ja, ik moet wel eens... Ik vergat bijna mijn force powers de hele tijd. Omdat ik zo erg op die lightsaber battles zat. Dat kan ik ook nog. En die game rewarded me net niet genoeg. Ik vond de skill trees van de forces. Ik vond soms de stappen die ik in de forces skill trees maakte. Die vond ik een beetje... Ja, dat was net niet een soort van het geld. Echt een precies. Dan dacht ik, dan spaar ik liever even op en ga ik mijn blades pakken. Want op een of andere manier, mannetjes naar je toe trekken. Ja, ik kan er ook heen rennen met een grotere range of attack, zeg maar. Dus dat, ja. Nee, dat was Jedi Fallen Order ook. Eén ook. Leer echt omgaan met de Force. En wat ik deed... Oké, Qui-Gon. Ja, nee, maar echt oprecht. Want ik deed voorheen altijd, vooral omdat ik het een moeilijke game vond, ging ik heel veel in resilience inderdaad, HP, survival. Daar ging ik alles in gooien. En dat je meer stimkennissen shit kreeg. Nee man, als je goed met de Force powers om kan gaan... Hoe moeilijk heb je hem gespeeld? Jedi Master heb ik hem nu gespeeld. Ja. En dat is ook wel... Voor de mensen die van een beetje uitdaging houden... kan ik Jedi Master wel aanraden. En je hebt echt ook veel verschillende moeilijkheidsgraden, hoor. Want je hebt een story mode gewoon voor mensen die... Jedi Padawan? Mm-hmm. Ja, neem maar story mode voor mensen die echt niks kunnen. Maar die heet Padawan. Nee, je hebt nog eentje. Padawan is stap... Onder Padawan? Ja, zeker. Daarom. En dan heb je Jedi Padawan. Dan heb je Jedi Knight. Dan heb je Jedi Master. Heet hij zo? Ja, ik denk het. En dan heb je Jedi Grandmaster. Ik was een Jedi Knight. En ik moet zeggen, ik heb daar met mijn kwaliteiten weinig tot geen moeite mee gehad tot nu toe. Moet het einde nog halen, maar... Nee, maar daarom zeg ik, ik denk dat Jedi Master uiteindelijk voor... Misschien de eerste keer als je hem gaat uitspelen, doe je Jedi Knight. Gewoon omdat je de game wil beleven. Maar dat is het mooie van deze game ook. De gameplay is gewoon zo tof. Dit ga je toch nog een keer spelen. En dan ga je hem op hogere moeilijkheidsgraad doen. En dan ga je ook niet meer rushen. En dan ga je goed levelen. En dan ga je alles uitbouwen. Ja, en dan is het geweldig. Maar het is echt een ik kan hem niet weggeleggen game. En dat heb ik niet zo vaak gehad de laatste tijd. Ik ook niet. Nee, ik zit echt tot diep in de nacht. Dat ik dacht van godverdomme, het is al 3 uur dit weekend. Ik had hetzelfde probleem inderdaad. Ja. En we zijn nog steeds lang niet klaar. Want wat heb je hier ook? Je hebt perks. Je kan perks equippen. Shit. Ja, maar daarom. Er zijn zoveel dingen toegevoegd ten opzichte van de vorige game. Je hebt nu 3 perks die je standaard kan equippen. Die perks kan je vinden door gewoon uiteraard de game te gaan spelen. Ja, kan je ook weer gaan uitbreiden. Maar je kan er maar 3 tegelijk selecteren. Dat kan je dus ook weer uitbreiden. Oké. Ik had er 3 in ieder geval. Ik kan er 3 selecteren. Maar dat bedoel ik, er zijn zoveel verschillende manieren om te spelen. Vervolgens hebben ze ook nog een soort van ultimate eraan toegevoegd. Wanneer je linkerstick en de rechterstick indrukt, doet hij een hele grote force power. Waar alles om zich heen wordt beïnvloed. Vervolgens heb je nog een soort van force parry die je kan gaan doen door ei in te houden. Het is gekhuis, echt gekhuis. Dat is het, weet je. Het is zo'n soms type een game. Beetje overweldigend. Weet je, het is zo'n type game. Dat doen we denken aan vroeger op mijn verjaardag. Dan kreeg je wel eens zo'n game en dan ging je pitten en dan lag je in je nest. Dan dacht je, oh, morgenochtend word ik wakker en dan klap ik hem weer aan. Dat gevoel had ik letterlijk met deze game. Ik was bij iemand te logeren dit weekend en die zaten echt pech, zeg maar. Het was echt gewoon, ik zocht dus wakker. Ja, maar even een kopje koffie, gewoon lekker. En was dan weer 12 uur. Fuck man, ik heb gewoon 4 uur dit spel gespeeld. Ja, het is ook wel fijn dat er een Star Wars product is. Ik denk dat dit een Star Wars product is dat gaat verbroederen. Het zal wel niet. Iemand gaat iets heel erg. Tuurlijk. Maar het is namelijk. Nou, trouwens, het is geen sequel area dingen. Maar dat is het natuurlijk ook nog niet. Maar ik. Bijvoorbeeld, gewoon ook iets stoms. Je komt op een gegeven moment. Kom je die Grievous Guards tegen. Mm-hmm. En dan ben je met het vechten. En dan denk je ook. Op een gegeven moment sla je zo zijn hoofd eraf. En ik dacht, heb ik hem nou? Maar en dan vecht ze door. En dat is voor mij zo. Het is zoiets kleins. Maar het is tegelijkertijd zoiets
vet, waar mijn kinderhartje weer even van hard aan kloppen. Snap ik volledig. Ja, en zat eigenlijk in de eerste ook al dat je de ledematen af kon hakken, want dat vond ik ook wel sick. Want bij sommige stormtroopers ineens en dan vliegt er een arm door de lucht en denk je, yo, ik ben echt een badass motherfucker. En dat... Ja, nee, dat zat er nog niet in. Dat was wel de kritiek ook hoor, van die vorige game, dat er geen dismemberment in zat. Ik kan het niet, dit moet je gewoon twee keer zeggen, vind ik, de graphics van deze game. Ik ben daar echt... Ik heb echt de ogen uitgekeken hoe mooi sommige omgevingen zijn. Het is een soort van Studio Ghibli meets Mass Effect meets Star Wars. Alles is gewoon zo rijk. En... Maar het is echt gewoon... Het is een next-gen-only game. En gelukkig gaan we die steeds meer en meer zien. En hier kan je er dan overheen springen. Maar Hier had ik het nog niet door. Ik heb hem gespeeld op een RTX 2070 laptop. Ja. Dat was op low-medium was dat wel te doen. Maar bepaalde stukken... Het wisselde echt. Ik had echt bepaalde stukken, dan zakte de framerate ontzettend door zijn hoeven, maar het was dus een pre-release. Ja, speel, dus... ik wou net zeggen, daar kunnen we echt nog niks van zeggen. Maar dan weet je een beetje als kijker wat voor rig je daarvoor moet hebben. Dat ik zou het wel kunnen spelen op een 2070 laptop, maar ik zou veel lager daaronder, dan moet je wel... en dat was op Full HD trouwens. Nou, en laten we ook heel eerlijk zijn. Het is een echte next-gen game. Het is een next-gen only game dus. Alleen PlayStation 5, Xbox Series XS en de PC komt hier op uit. Op PC heb ik hem gespeeld in Ultra Wide, zag je. Maar dit zijn... beelden in 4K oprecht. De gecaptured beelden doen absoluut geen eer aan hoe de game eruit ziet als je hem gewoon echt native speelt. De hoeveelheid detail is echt krankzinnig. Maar ook op PC of PlayStation en Xbox, je hebt een quality mode, die is gewoon 4K 30 fps, dus hou daar maar rekening mee. En speel je hem op performance mode, dan heb je gewoon wel een solid 60 fps, maar dan is de resolutie een stukje lager. Heb ik gedaan. Ja, nee, snap ik. Nee, maar deze game moet je in 60 fps spelen. Ja. Dan dus... even puzzelen. Moeten we het nog even over het puzzelen hebben? Want er wordt ook wat afgepuzzeld. We zijn zoveel dingen hebben we nog niet besproken. Maar begin maar met puzzelen. Ja, puzzelen. Ik heb het gevoel dat het iets uitgebreider puzzelen is dan je verwachtte. Je mag lekker aan ballen zitten. Is ook dit weer meer leuk. Wel, ik heb nog nergens echt gepuzzeld dat ik echt dacht, wat een hersenkraakje. Nou, ik dus wel, want ik was op het duur lekker met ballen aan het spelen. Zoals dat in deze game. Je zit veel aan ballen in deze game. Ja. Maar ik had er de ballen verstand van. Want op de duur had ik een beetje een soort glitch of zo. Had ik al met een bal gespeeld waar ik nog niet aan moest zitten. Dat wist ik, want de game snapte er niks van. Hoe vaak kan je ballen spelen in een minuut zeggen? Oh, don't try me. Oké. Okay. Ballen. Maar, heel goed. Ballen. Ja, dat was heel raar. Dat was, toen was... Laat ik maar. Ik zou zeggen, ik moest ontzettend balen. Want ik kon ineens niet verder in de puzzel. Ja. Maar het is een pre-release build. Ja. Op de duur moest ik ergens een bal vandaan halen en daar kon ik niet bij. Dus ik ging een beetje zo op de rand van die laserbal. Die soort van de power generate, toch? Want dat is de voornamelijke ballen waar je mee speelt. Ja. Power generating ballen. Ja, die ballen, dat zijn hele krachtige ballen. En die zet je in een slot en dan... Ja, en BD, want je gebruikt ook BD dit keer om te puzzelen. Want die heeft bijvoorbeeld één ding, kan die zo... Pieu, 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 en dan schiet die soort van brandbaar bal... zaad. Eigenlijk een soort van... Kijk, ik had niet verwacht dat dit gesprek deze kant op ging. En dat vlamt dan zo mee en daarmee kan je die branden. Maar BD spuit brandend zaad. BD heeft ook een electropower waarmee je dingen aanpowert, waardoor dingen op het juiste moment gaan bewegen. Dus BD is part of the puzzles dit keer. Dus het is niet alleen maar bal. Dat was vorige keer ook wel, maar wel wederom in mindere mate en minder uitgebreid. Ik kan me niet meer herinneren dat BD zo... Hij moest af en toe wat elektrische dingen aan. En nu haal ik wel weer heel erg een zijspotje aan, maar de animaties gewoon van Kel en BD. Op een gegeven moment zie ik hem gewoon niezen en shit en dat soort. En BD die rond je heen huppelt en weer terugkomt met een jetpack. Ja. Als je het over next gen hebt, die animaties zijn zo extreem goed. En trouwens, de dungeons. De dungeons zijn gewoon echt vet ook, man. Natuurlijk zat er in de vorige zat het ook een beetje. Maar nu voelt het echt veel meer als Zelda dungeons. Heel vaak hebben ze wel allemaal hetzelfde. Dus ze hebben wel een thema vaak. Ik vind het gewoon heel vet gedaan. Het had voor mij iets meer de look van de planeten waar je bent. Maar klopt, ik vind dat ook een beetje jammer. Het doet me inderdaad meer aan Breath of the Wild dungeons denken dan aan Zelda. Snap je? Die monsters. Beetje zo'n thema inderdaad. Die 120 tempels, die shrines. Shrines. Het is een beetje een puzzel inderdaad. En dan zit je weer aan ballen. En als je dan aan die ballen hebt gezeten, dan het is jammer, verder. Want je zit... Dat vond ik bijvoorbeeld zo vet aan die laatste Tomb Raider serie. Dat je echt gewoon een zijspad, net zoals hier, eigenlijk een zijspoortje neemt en een tempel terechtkomt. Maar die tempels waren... Dit voelde... correct bij de plek waar je tot dan toe aan het rondrennen was. Dus als je op een ijsplaneet was, dan kwam je ook echt in een ijsgod terecht. En hier is het inderdaad, het ziet er allemaal zo uit. En dat
voelt gewoon een beetje off. Het deed me denken aan Horizon, weet je? Die monsters, soort van die cores waar je die monsters waar ze gemaakt worden. Het is zo'n soort van, ja, nou ja, dan hebben we dat alvast getackled. Dan kunnen we nu rest met de rest van de wereld in gaan richten. Dat vond ik jammer, maar de puzzels zijn wel tof, moet ik zeggen. Ik heb er wel echt over na moeten denken. Maar goed, ik heb HAVO gedaan. Ik weet niet hoe, hoe dat met jullie is, maar... Ik niet. Ja, helemaal niks. Nou, maar om heel eerlijk te zijn, van, ik denk dat gewoon... Ik heb veel van dit soort games gespeeld, dus dan verrassen de puzzels je niet heel erg meer. En ik bedoel, ook hier was het wel vrij logisch en snel wat je hier moet doen. En dat heb je bij al die al die dungeons, als je het zo mag noemen, heb je dat altijd wel een beetje, hoor. En gelukkig, wat ze hier niet doen ten opzichte van bijvoorbeeld God of War, wat dat wel deed, dat ze je meteen een hint geven. Nee, weet je wel? Helemaal niet zelfs. Nee, helemaal niet. Ja, ze willen het wel, maar je moet erom vragen inderdaad. Je moet erom vragen inderdaad. En dat voelt toch een beetje als een walk of shame. Ja. Dus dat doe je niet zo heel erg snel, tenzij je er echt niet uitkomt. En ik moet zeggen, als je er even niet uitkomt, is het vaak om iets dommigs. Dus dat is dan niet hetgene wat ze je uitleggen. Dat heb ik wel één keer gehad, dat er een blok in de muur zat en dat ik dat gewoon niet door had. Ja. Dus ja, daar kunnen ze me uitleggen wat ze willen, maar ik zag het gewoon niet. Nee, maar dat is wel. Ik moet zeggen, dat verbaast me dan bijna wel, want de game die telegraaft alles heel goed eigenlijk. Je bent eigenlijk, weet je, ondanks de ruimte, toch altijd wel een beetje waar je heen moet. En ik heb bepaalde stukken toch best wel vastgezeten even, dat ik gewoon merkte dat ik een beetje gefrustreerd raakte. Dat ik dacht, ja, ik wil door. Ik heb vaker dat ik bang was dat ik de goede kant op ging. Dat ik dacht van, oké, ik wil nu nog dus niet ook de goede kant op. Ik wil nog exploren. Ja, heel vaak heb je een ijsplitsing of wat dan ook. Tenminste, bij de vorige game was het de ijsplitsing. Tegenwoordig heb je 3 splitsingen of 4, 5 zelfs. En ik heb hetzelfde als jij. Ik wil altijd eerst het B-pad kiezen en dan even daar alle goodies pakken, daar alle goodies pakken, daar alle goodies pakken en dan pas door naar A. Maar soms loop je al door naar A, weet je? En ja, dat heb je niet helemaal door. Wat prima is, want dat is juist exploration. Je weet het niet precies. Vooral ook omdat je vaak, je hebt natuurlijk je punt gewoon wat dan aangegeven staat op de kaart als waar je heen moet. Maar als er een stuk voor zit wat je nog niet, waar je nog niet bent geweest, zie je dat niet altijd. Dus dan denk je, oké, ik loop nu gewoon de tegenovergestelde richting van dat punt. Ja, en dat dan kom je toevallig. Ja, precies. En er zijn ook wel manieren, ik heb gewoon, ik ben altijd wel zo, ik zou denk ik een redelijk goede playtester zijn. Ik ga altijd de grens opzoeken, wat is er mogelijk? En de game liet mij af en toe wel op een paar keer op bepaalde manieren op plekken komen dat ik dacht, volgens mij is het niet helemaal de bedoeling dat ik hier nu ben. En dat bleek dan ook uit dat ik vervolgens weer helemaal terug moest, omdat de game daar geen raad mee wist. Dus die extra vrijheid in de game levert af en toe wel situaties op waarin je erachter komt dat ze misschien toch nog niet een jaar hebben kunnen playtesten. Want die game moet er gewoon uit, die moet er snel uit. En ik denk dat er toch wel... Het voelt wel als een afproduct, hoor. Ja, dat vind ik. Nou, dat ook ben ik niet helemaal met je eens. En zeker op Coruscant op de duur in het begin heb je stukken, er staan dozen op elkaar gestapeld. En als je de Mantis voor het eerst ziet, dan loop je nu wat verder voorbij het schip. Mm-hmm. En dat ziet er echt uit alsof je daar overheen kan. Letterlijk gewoon, die kistjes die zijn tot zijn heup hoog. En dan spring je en dan is daar de dreaded onzichtbare muur. En ja, dat soort dingen. Dat heb ik ook terwijl wel zo. De hele game zit zo goed in elkaar. Maar dat is niet een bug, dat is game design. En dat vind ik ook niet heel sterk, hoor, moet ik zeggen. Ik had ook namelijk wel eens plekken, inderdaad. Volgens mij was dat op die tweede planeet. En ik zag daarboven allemaal dingen waar je naartoe kon. En vervolgens stonden 3 blokken daar en een dak. Dus ik denk, nou, blok. En dan op het dak springen. Ja. Nee, op het dak kon je niet. Dat was gewoon een onzichtbare manier. Ja, of bijvoorbeeld die stal. Weet je hebt dus zo'n stal heb je op de tweede planeet. En dan denk je, dan moet je op het dak komen. Zo ziet dat eruit. En dat gaat gewoon helemaal niet intuïtief, zeg maar. Ja, ik heb vaak gehad dat ik het tegenovergestelde had. Dat ik dacht, god, ik sta nu op een dak. Maar ik ben hier op zo'n rare manier gekomen. Dat ik niet helemaal zeker weet of this is the way, zeg maar. Ja, dus dat. Ik bedoel, iedereen kan hem op zijn eigen manier spelen. Vervolgens de hele spelwereld op alle planeten. Er zijn 7 verschillende locaties. Trouwens, liggen allerlei materialen die je kan inleveren bij je outpost, bij Doma. Doma heeft... Wat een vette character is dat. Ja, hele vette character. En daarom, je loopt zo haar winkeltje binnen. Kijk, hier staat ze. Ja. En daar kan je dus die stuff inleveren. Je kan nieuwe kapsels uiteraard ook bij de kopen. Maar je ziet ook, de kleding is gelukkig dit keer... ontzettend gevarieerd. Wat vorige keer dus alleen 3 miljoen verschillende poncho's waren, heb je nu gewoon echt verschillende kledingstukken. En dit is bij lange na niet alles. Ik vind wel ik had liever een soort van nieuw gedesigned kleding gehad dan dat je eruit ziet als Han Solo of als Luke Skywalker of als Obi-Wan. Maar dit zijn toch ook allemaal gewoon originele kledingstukken? Die zitten er wel bij, maar
Ik ben dan, ik ga dan toch, ik wil me dan toch verkleden als Luke Skywalker. Ja, maar je weet het, het is Star Wars. Doe je dat toch zelf? Ja, dat wil ik. Ik wil niet diegene zijn. Dus maak gewoon iets anders voor me. Wat vetter. Oké, dat dan misschien. Ik vind, dat is dan mijn punt, dat de kleding die ze zelf hebben verzinnen minder vet zijn. Omdat dan die geen status hebben. Maar dat is ook, wou ik zeggen, is dat je nostalgie is. Ja. Omdat het iconisch is? Ja. Oké, okay, ja, dat zou kunnen. Dat is 100% dat idee. Dat heb je. Vervolgens heb je ook nog door de wereld verschillende plekjes met force trials verdeeld over de wereld. Waarbij je gewoon een bepaalde uitdaging krijgt van versla deze enemies zonder geraakt te worden. Of dat als je springt, ineens er komt er lasers op je af en als je springt gaat van rechts naar links, dat soort dingen. Dat zijn ook platform challenges. Ja, het zijn allemaal challenges. Ook dat zat er niet in, in de vorige keer bij Jedi Fallen Order. Wat zit er niet in deze game? Ik bijna afvragen. Ja, heel eerlijk. Ik zal je zeggen, ik had niet verwacht dat deze game zo vet zou zijn. Ik had echt gewoon verwacht, oké, dit gaat gewoon verder waar Jedi Fallen Order is gebleven. En dat is fijn, want dat is een hele vette game. En tuurlijk, ik had wel een beetje het idee, we krijgen grotere werelden. Mm-hmm. Maar dat we echt vrijwel op ieder vlak stappen hebben gezet op een al vette game, had ik echt niet verwacht. Nee, vooral dat level design staande blijft in een grotere wereld. Want het is makkelijker om de... Maar je kan ook echt verdwaald raken. Ja, maar het voelt niet oneerlijk. Nee. Dus dat is wel knap gedaan. Ja. Eén dingetje wat ik ook echt meestelijk vond, maar goed, dat is ook wel een beetje trouwens eigen, is de muziek. Cues ook die herkenbaar zijn. Ja. Goed dat je dat zegt, dat wilde ik ook nog even benoemen, ja. Fucking hell, die soundtrack. En dat is natuurlijk ook zo'n groot ding van Star Wars, hè. Ik bedoel, de sounds, weet je, de vibe van Star Wars. Ja. Ik vind het zo knap, zeg maar, die soort van cake van Star Wars lore. Daar hebben ze een plak uitgepakt en daar hebben ze zoveel eigen laagjes nog aan toegevoegd die allemaal zo passen binnen het kanon Star Wars, zeg maar. Ja. Dus ik vind het echt, ongelooflijk, want die goede muziek is echt, dat maakt het echt van die hele kleine subtiele touches als je ergens loopt. En dat vult je hele sfeer. Geluiden van spaceships, een beetje lightsabers natuurlijk, maar sowieso al. Voor een niet Star Wars fan ben ik ook wel benieuwd, hè, van wat kunnen we... Als je tot nu toe in je leven Star Wars nog steeds kut vindt, om welke reden dan ook, dan zit die reden hier ook in. Want deze game is alles wat Star Wars is. Ja, maar ik ben het niet mee eens. Want ik zei dat al vorige keer ook bij Jedi Fallen Order. Ook al ben je geen Star Wars fan. Het is een hele goede game. En voor Star Wars fans was hij een 9 plus misschien wel. Maar voor niet Star Wars fan nog steeds gewoon een dikke 8. Ik weet dat we geven geen cijfers, maar als je echt een indicatie je ergert aan dingen in Star Wars, dan zit dat hier wel in. Als je droids kut vindt, hoe ze praten. Als je niet houdt van voetbal, dan vind je FIFA ook niks. Ja. Nee, maar dat is toch nu de vraag. Nee, maar ik bedoel, dan hou je niet van sportgames. Dit is gewoon een goede third-person action. Ja. Ik denk ook dat het niet zozeer met Star Wars te maken heeft, zeg maar. Ik bedoel, het is net als dat Resident Evil 4, de originele en de remake trouwens ook een goede game is als je niks met zombies hebt, omdat het gewoon de pacing en het design van de game goed is. En dat heeft deze game. Had Fallen Order had dat ook. De pacing is goed. De gameplay is gewoon goed. Je kan het haten, omdat het Star Wars is, maar dan ben je echt jezelf een niet een gunst aan het bewijzen. Want het is gewoon een... Maar laat ik het zo zeggen. It holds up zonder de IP. Ja. En de IP maakt het nog vetter. Precies, net als dat Perfect Dark een goede shooter was zonder dat het James Bond was, zou dit ook een goede game zijn als het niet Star Wars was. Dat is gewoon het level design, de werelden, alles is zo fucking... Dit is waarom ik van game hou. Ja, behalve dat als in het klopt niet allemaal. Heel negatief. Het klopt allemaal wel. Alleen het is wel... Godverdomme. We hebben het net over de muziek, de geluid, alles. Zeker. Als dat allemaal wegvalt, weet ik niet of het nog steeds... Want het verhaal bijvoorbeeld vind ik best wel slap. Maar dat vergeef ik nu heel erg, omdat ik de Star Wars dingetjes zo vet vind. Dat de grootste cynicus door deze game, een soort gateway drug naar Star Wars is, dat je misschien als gewoon Star Wars hater zelfs een beetje ervan gaat houden. Omdat het gewoon... Het geeft je een hele zachte landing in dat universum. Weet je, alles is heel erg toegankelijk en tegelijkertijd heeft het ook diepgang. En dat is een mooie challenge en iets heel moeilijks wat weinig devs kunnen, denk ik. Dat je een toegankelijke game maakt met diepgang. En wat ik wel bij deze game zie is, deze game kan wel de appeal hebben van first party PlayStation exclusives. Die single players, de God of Wars, de Horizons. Daar kan deze gewoon schouder aan schouder naast staan. Als je hem naast Horizon zet, dan ik vind dit vetter dan Horizon, maar... En dat is misschien wel oneerlijk, want misschien is dat dan toch, omdat het Star Wars is voor mij, besef ik dat ik dit zeg. Tuurlijk, voor mij 100%.
Was dat de afsluiting? Nee. Ik dacht gewoon, zo zie je maar weer dat dingen leuker worden als je Star Wars geluidseffecten dat is ook gewoon zo. Tuurlijk deelt het... Maar nostalgie is een hele verdrug. Maar ik durf ook wel oprecht te zeggen... Het gaat wel veel verdrugs nu ineens. Maar dan ga ik in herhaling vallen. Ook zonder die shit is het gewoon een hele vette game. Top. Zijn we er dan? Ik denk het wel. We hebben een hoop behandeld. En ik weet zeker dat we nog steeds driekwart zijn vergeten. Dat zegt heel veel over deze game. Ik denk dat ik nog wel even aan het orakelen ben over deze game. Maar als je deze drie jongetjes hier aan tafel ziet, hoe vol passie ze zijn over deze titel. Ik denk dat dat meer dan genoeg zegt. Ik denk dat mensen die Star Wars fans zijn, geen moment hebben getwijfeld of ze deze game moeten halen. Maar dit is misschien de bevestiging die je nog nodig had. Ja, dit had je voor nodig. Doe het vet. I don't know. May the force be with you.